ondanks dat Ajax af en toe een beetje slordig speelde, was het wel gewoon goed en dominant en aanvallend, zoals jij het eigenlijk wil, toch? Jawel, nee, natuurlijk, maar dat wil je zeker hier in de arena. Dat weet je terecht, we waren een paar keer slordig. En ik vond ook dat we niet altijd even goed stonden. Vooral met Rasmus, die eigenlijk te diep stond om eigenlijk ruimte te maken voor Jan of voor André die in wilde dribbelen. Maar daardoor werd de ruimte zo klein. En eigenlijk de tweede bal was heel vaak voor RKC de eerste helft. Als we dan een verkeerde paas gaven bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we in de rust duidelijk gemaakt. Dat juist, je moet ze eruit lokken eigenlijk. En dan komt er vanzelf meer ruimte. En ja, toen werd het ook nog een mooiere wedstrijd dan. Oh, ik en Demi speelden een beetje te veel op één lijn. En in de tweede helft hebben we dat meer doorgedraaid. Dat ik meer naar punten achter. En toen liep het ook beter, dat zag je. Ja, de trainer zei dat jij in de eerste helft eigenlijk iets te veel naar voren speelde. Zodat de ruimtes wat te klein werden. Ja, dat klopt ook. En dat hebben we... Nou, na een half uur of zo hebben we dat veranderd. En toen ging het al een stuk beter. Maar in de tweede helft zag je dat het veel beter ging. De 1-1 was een beetje ongelukkig. Een eigen doelpunt. Heb jij in de rust nog iets tegen Deli gezegd? Nee, maar in het veld al. Kijk, dat kan gebeuren. En, je moet gewoon verder. Maar ik vond ook dat sommige jongens, en ook met Deli, vond ik een beetje niet vrij uitspelen. Het leek wel een beetje zenuwachtig waar die vrije trap uitkomt. Dan gaat hij zijn lichaam gebruiken terwijl hij nog 2 meter voor lag. Ik denk, jongen, gewoon je eigen kwaliteit spelen. En dan komt het goed. En dat heb ik hem in de rust ook nogmaals benadrukt. En dan zie je dat hij de tweede helft helemaal opleeft. Dat hij opkomt, dat hij goede keuzes maakt. En echt de bravoure, met bravoure speelt wat wij hem van hem kennen. That's the part what we always do to make pressure on the team against us. And I just make what team expect from me. And has a little bit luck. The ball was not so hard and I took the ball and Mounir scored for 2-1. Maar wel weer een penalty gemist. Ja, zeker. En ja, in de rebound had hij er ook wel in gemogen volgens mij. Ja, I missed the penalty and I'm disappointed because of this. And I like to score and but I didn't score that time and but for sure I'm gonna practice more now on that. And you will take one again next time. Yeah. I'm ready for it because I'm gonna train. We hebben genoeg kansen gehad. Maar ik denk dat iedereen tevreden is met 5-1.